De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP, wil het huisvestingsprobleem in Suriname helpen verlichten. Dat werd zaterdagavond duidelijk bij de krachtmeting van de partij te Bronsplein. ABOP-ondervoorzitter Joël Martinus haalde aan dat veel mensen zich heden ten dage geen perceel kunnen permitteren, omdat het veel te duur is. Als oplossing voor dit probleem start Martinus met een verkavelingsproject waar burgers al voor 15.000 SRD een perceel kunnen kopen. Dit verkavelingsproject ligt op de grens van Saramaka en Wanica. En je hebt 19 passie naar het project, 819 kavels. De. En de eerste passie, en neem voor een passie naar Ronnie Brunswijk weg. Abob tena oppositie, maar ik doe alle uiterste belski uno, fuka fenwang, perceel, fuka nakwap timbaka planga. A eni stani wang, te gimi taki bordo, te yuk bananga den kavel disi, da mi abuan trapresigi yu. Na wanika, skuis abrasei pede, bou asikon huis, 20 jari langa. En mi abuan perceel ook tu, fusergi yu ook tu, na koma weina. Dat want taki bofufu ya kan unong abi a 15.000 SRD. Voorzitter, op pas hoe dat midden zeker. ABOP-topper Edward Belfort vroeg de aanwezigen zich niet te laten misleiden. Hij beloofde dat ABOP het volk zal helpen uit deze moeilijke situatie. Alla de massa abwa jari van noodu. Kona ABOP. If you sap tak you bou, tap was ma grong. No wacht die tegen mij ook een dozer je ook zo gwe. Sluit aan naar ABOP. Baka 5 moon, na 25 day, je gaat naar stembus. Nou, een belangrijk besluit je gaat teki. We je bouw je ook zo. We potty aan bruinzeelfabriek baka. We stop aan uitvoer voor rondhout. Alla oudu de mij zijn gwe. U abba oudu van noodu voor bouw je bruinzeel ook zo gwe. We hebben een fabriek Jabaka, een fabriek Bede, een woningbouwfabriek pakket we bouwen. Boomkop, boomkop, je bij je jari, 15.000 SRD, je pakket je abeng, benen want to moon, je ozot napo. Dat was Edward Belfort. Hij sprak afgelopen zaterdag samen met andere partijtoppers tijdens de krachtmeting van de ABOP op het Bronsplein.